weg van Ashgabat naar Darwaza ben ik gestopt in het midden van de woestijn, een kleine village. Midden in het zand. Mensen wonen hier. Kamiel staat er naar mij te kijken. Het is echt wel off the beaten track. Dus de mensen hier leven niet in een schone stad, maar eigenlijk gewoon in het midden van de woestijn. Dat is eigenlijk een gans contrast, gans onder beeld van Turkmenistan. Straks wat kamelen over straat zien lopen. We staan hier in het midden van de woestijn aan een grote put waar ze ook achter gas hebben geboord. Nu hier is het niet ontvlamd of zo. Hier is er wel water in gekomen. En aan die bubbels in het water te zien, is bewijs dat er gas is. Wel jammer dat dat daar weer vervuild is, dat mensen er like flessen in gesmeten. En dat is toch... ja, typisch de mens zeker. Samen tu mamy piekło w Turkmenistanie. To jest droga do piekła. Here with the hell. Welcome to hell. Welcome to Turkmenistan. Welcome to the hell on earth. Look at it burning. And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire. Ongelooflijk. Dat brandt al 30 jaar. Is het langer misschien? Ongelooflijk. Al die gazen.
water iets minder warm, omdat de wind is gedraaid. Maar als de wind komt opstaan, is het niet te doen. Dan moet je rap wel achterlopen. Dat is een brand. In het midden van de woestijn van Turkmenistan, de tenten. Hier slaap ik in die tent. En hey, stomme vlieg. Voilà. Allemaal woestijn. Door heb je de krater. Straks zal de zon ondergaan en daar zijn ze bezig met eten klaar te maken. Zo ziet Tarwaza eruit s'nachts. Voilà, we gaan er direct een keer naartoe gaan. En gelukkig heb ik een pielampen dat ik een beetje kan kijken waar dat ik hier moet lopen. Want hier in de woestijnen s'nachts komen er verschillende beestjes tevoorschijn. Zoals kevers, misschien ook slang. Maar kevers heb ik al eens al gezien en van die mega grote mieren. Dus ik stap nu richting de krater. Ik ga niet heel die weg filmen, want dan ben ik een tijdje bezig. Maar ik moet nog kijken waar ik loop ook. Oké, tot ze biedt aan de krater. Hell on Earth. Moet dat zien. Max. Het is gewoon een Max, ja. S'nachts is dat ongelooflijk. Ja. Turkmenistan. Ongelooflijk. Man, man, dat is niet te doen. Dat is incredible. Very hot. Going on some air time, maybe. Yeah. Oh, gas. I smell the gas. Daar. Citizen of Darwaza. Een grens lopen. Wat doet die kever? Wat zoekt die? Het is een beest die s'nachts leeft. Nou.
Darwaza. Typisch Turkmeens instrument. Zeven monumenten van Konya Urgench, eigenlijk overblijfselen van mausoleums, minaretten, stukken van moskeeën die er niet meer zijn.